Blauw-wit in de eigen hal tegen Top. En bij de Amsterdammers geen Gerald van Dijk. Die begint op de bank. En helemaal geen Lorene Vissers. Zij is er niet bij. Ja, in Burger in ieder geval. En Blauw-wit begint heel erg goed. 2-0. Mooi goal van Mike van der Reep. En die zou een hele goede wedstrijd gaan spelen. Sowieso doet Blauw-wit het zeker in de eerste helft helemaal niet onaardig. Zeg maar gewoon heel goed tegen Top. Weer Mike van der Reep. Het krijgt iets te veel ruimte van Mick Snel. Zo staat het 4-1. Blauw-wit speelt opportunistisch, zoekt de snelle kans en heeft succes. Aan de andere kant, Top repareert het snel in een doelpuntrijke openingsfase. De 6-4 is van Frank Mostart. Heeft natuurlijk een tijd bij Blauw-wit gespeeld. Nu zijn tweede seizoen in Sassenheim. Even later heerlijke paas daar van Celeste Split. En ook knap afgerond door Paul Annels. We zien geen Nick Picard in dat vak. Picard is ziek. Goed blok daar bij Split op Koelman. En zo drukt Top door in de eerste helft. Hendricks, weer een lange bal op Mick Snel in hun thuisstad in Amsterdam. Daar wonen zij een tijd al samen. En Snel met de 7-9. Dan de aanval van Blauw-wit. Het snelle schot, maar een eerstschotsaanval. Iets te snel geschoten. Ja, excuses daar ook bij Bleute Vogel. Bal naar de andere kant. Split wijst, inderdaad, daar ligt de ruimte. Goed gezien. En het is Mostart met de 7-10. Maakt ook de 7-11 buiten beeld. Dan een time-out van Blauw-wit gehad. En tweemaal Emma Klopmaker, de vervangster van Vissers. Model zien we graag. Blauw-wit terug in de wedstrijd. 9-11 is het dan. Het verschil schommelt dan tussen de 2 en 4. Maar het wordt geen 11-13 dankzij deze gemiste strafworp. Aan de andere kant gaat Snel er langs. Oei, goede actie hoor. Vlokstra helemaal vrij. Kerstverse Tulip. We zien hem bij de Korfbal Challenge. Tussen kerst en oud en nieuw komt naar Rotterdam, naar het topsportcentrum met de 10 tegen 14. Een marge van 5 gaat dan komen dankzij deze goal van Celeste Split. 12-17. Maar zoals gezegd, Mike van der Reep speelt goed. Geen hele lekkere aangeef bij Van der Steen, maar het maakt hem allemaal niks uit. Oudspeler van Roda met de 13-17. Handigheidje daar. Oh, wat mooi gedaan zeg. Heerlijke combinatie tussen Anholtz en Mostart. Veel doelpunten zien we dan. De ruststand 15-19. Een heerlijke eerste helft. Complimenten naar beide ploegen. Mick Snel. Ja, in de tweede helft zak het percentage van Blauw-wit in. Snel met de 15-20 en de 15-21. Mooi goal bij Rendel van der Steen. Maar Top gooit de deur direct dicht via Sanne Jousma hier. Ontwikkelt zich goed onder Jan Niebeek, 16-24. Jan Niebeek trouwens heeft PKC afgezegd. Hij is al bijna rond met iets mooiers misschien wel. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat dan zal zijn. In januari wordt een hele interessante maand. Gerald van Dijk is dan in de ploeg gekomen. Zijn eerste schot wordt dan direct geblokt. Het grootste verschil wordt 11. Als Split de 28-17 maakt. Dan gaan de challengegangers er nog uit bij Top. Krijgen rust. Van Dijk krijgt nog een groene kaart. Ongetwijfeld vanwege wat protesteren op de leiding. Snel zegt nou ook tegen Van der Terp, is dat nou nodig? Maar goed, je weet nooit wat hij gezegd heeft. Complimenten voor Blauw-wit. Voor in elk geval een knappe eerste helft. En voor dit doelpunt van Mike van der Reep. Zijn 8e goed gedaan, maar het is niet genoeg. Tegen Top dat het prima op de rit heeft. Weliswaar verloren van PKC, maar zijn gewoon bezig aan een uitstekend seizoen.